Goedenavond, mijn naam is Frijn Finé. Ik ben ondertussen 2 jaar in het vak als travestie. In het dagelijkse leven werk ik bij Carrefour. Maar buiten mijn travestieoptredens ben ik ook enorm creatief in het vervaren van de showstukken en vooral ja, met pluimen. Eigenlijk, ja, grappig gebeurd. Als mijn vader 40 jaar is geworden, heeft mijn moeder als verrassing 2 travesties gevraagd. En dat was mijn eerste ervaring met travesties. En als ik 18 jaar ben geworden, heb ik zelf ook 2 travesties gevraagd. Dat was een wereld van verschil. En ik vond dat zo fantastisch dat ik dat wel ben beginnen volgen. En op die manier ben ik in dat wereldje ingerold. Wel, het is niet mijn eerste deelname. Maar ik wil vooral aan de mensen laten zien hoe dat iemand kan evalueren. Het is niet omdat je 2 jaar geleden bijvoorbeeld een bepaald genre hebt gebracht, dat je ondertussen niet hebt ontdekt welk genre dat je kunt brengen dat het beste ligt. Vooral in kostuums en in de bewegingen. In mijn nummers heb ik wel altijd mijn gevoel kunnen leggen, maar de verfijningen die zijn er nu wel bijgekomen. Ja, van kopstukken, rugstukken, je kunt ze zo niet bedenken of ik maak het. Voor mij persoonlijk niet. Nee, als ik het in mijn kop krijg, dan haal ik mijn pluimen uit de kast halen, pak ik mijn lijmpistool, mijn strassen en ik begin eraan en een paar uur later is dat er. Dat ja, mijn naambekendheid, dat die er beter uitkomt, maar dat de mensen ook wel weten wie ik ben. Dat is voor mij het belangrijkste.